Goedemiddag. Op deze tweede paasdag. Zo, ja, mijn stoel wil niet meewerken. Ik ga mezelf even opzoeken. Zo. En dan hoop ik dat de zon niet al te veel in mijn laptop schijnt. Want het is hier nog steeds zonnig. Vraag me niet waarom. Maar ja, het is nou helemaal zo. Dus ja, we gaan er maar gewoon van uit dat het zonnig blijft. En ik denk dat het net aangaat dat ik mezelf zie. Goedemiddag. Hallo. Ik wil eens eventjes wachten. En ik neem even een slokje thee. Ik had de tijd niet helemaal in de gaten. Hallo. En ik had net thee gezet. En toen dacht ik, oh chips, het is al 3 minuten voor 4:30. Ik moet zo live. Maar ik denk, ach ja, kopje thee erbij. Hè? Kopje thee en paaseitjes hoort helemaal bij vandaag. Goedemiddag. En ja, en de ondergrond is ook weer een van de bladzijden uit het nieuwe paperpad van Elizabeth Craft Design, de Art Journal Specials. Echt wijs gaaf, hè? Het is leuk om op te werken. Ik denk, ja, kunnen jullie dat meteen even goed zien? Nou, oh, ik zal mijn thee eens eventjes opzij zetten. Maar ik heb nergens ruimte en zo. Ja, op deze tweede paasdag ga ik... hallo, goedemiddag. Ga ik nog heel even live met het vierkante journal, het nieuwe journal. Van de nieuwe Picture It collectie van Elizabeth Craft Design, de Art Journal Specials. Ontworpen door Charlene en Ilse. Ik was, sorry, ik zit naar iemand te kijken en ondertussen ben ik mijn tekst kwijt. Maar goed, de vierkante journals. En ik ga ook aan de slag met allerlei spulletjes uit deze collectie. En ik heb al een paar dingen voorbereid, een paar dingen ook niet. Ik heb hier ook weer mijn Big Shot staan. Die kan ik hier niet onder zetten. Die staat hier voor mij. Dus ik ben af en toe moet ik ook heel even weg om wat te snijden. Een paar zaadjes gaan heel eventjes opzij. Nou, kijk. Dit is heel leuk, hè? Dat had volgens mij had het Ilse of Charlene. Ik dacht Ilse bij een pakketje meegestuurd. Let your creativity bloom. Nou, en dan de Art Journal Specials. Superleuk. Die leggen we ook even hier neer. De journals die zijn inmiddels wel bekend. Ik zal ze nog heel even kort laten zien. Ik heb de oker met de espresso en oker zit een pocket voorop. En ondertussen begint iemand te chatten. En dat is altijd zo fijn. Dat gaat over de opmerkingen heen. Aan de binnenkant bij deze geen pocket. De zwarte. Die heeft aan de binnenkant juist wel pockets. Kijk maar, een beetje van die afgescheurde pockets. En de buitenkant kun je zo laten, want het is eigenlijk al super mooi. Maar je kunt hem ook pimpen. Dat moet ik dus nog steeds gaan doen. En ik heb het de laatste tijd zo druk. Vraag me niet hoe dat komt. Ik heb het gewoon ineens hartstikke druk. En ik werk nog niet, maar ik heb het wel druk. Dat is, ik weet niet hoe dat komt, maar ineens is dat zo. Nou, dan heb ik eventjes mijn boek erbij gepakt. Goedemiddag. En mijn boek, dat is mijn Art Journal Specials boek met alle, lekker schitteren van het licht, met alle stansen van Art Journal Specials. Nou, dit zijn nieuwe stansen. Ik zal dit trouwens nog even laten zien, dat is leuk. Van deze. Kijk. Dit is eigenlijk een label. En die kan je dan, hier deze stansje, en dan kan je die dus zo inschuiven, om het zo maar te zeggen. Maar je kan die ook als pocket maken. Door feitelijk gewoon hem om te vouwen. En nu kan je hier wat in doen. Is toch te leuk. Allemaal van die trucjes natuurlijk. Je kunt stansen vaak op meerdere manieren gebruiken. Labelstans ga ik gebruiken. Ik denk ook een randenstansje. Deze, dat is nog het proefmodel. Deze, daar kun je ook een envelopje van vouwen. Dus je eigenlijk stans je hem uit. En je maakt er een envelopje van. Hoe leuk, heb je dan meteen een heel leuk setje. Nou, even stoppen met chat. Nou, en dan, dit zijn eigenlijk gewoon allemaal A4 magneetvellen, hè. Nou, dit is dan de volledige set waar ik vandaag mee aan de slag ga. Waarbij ik de puzzelstukjes, want het gaat voornamelijk om de puzzelstukjes vandaag. Die heb ik er al eventjes uitgehaald. Kijk, die zit normaal gesproken hier. Dus dit is de set waar ik mee aan de slag ga vandaag. Maar ik wilde deze ook even laten zien, want het is gewoon eigenlijk heel grappig. Ik heb hier ik ben hier nog mee bezig, dat is duidelijk, hè, dat ik hier nog mee bezig ben. Maar ik denk, laat het vast even zien. Het is wel grappig. Nou, deze heb ik sowieso zo meteen nodig.
En ik heb een randenstamp nodig. Nou zit ik me heel erg, ik denk dat ik eens een keertje voor het oudere ga. Want die blijven natuurlijk ook gigantisch mooi. En ik denk dat ik voor deze of die, of welke zal ik eens doen. Ja, het is hier blauwe lucht, strak blauwe lucht en zonnig. Maar 10 minuten geleden heeft het 2 minuten gehageld, zeg het maar. Het vliegt echt alle kanten op vandaag. Ik ga deze doen, is ook wel leuk. Dit is een van de journal edges van de eerdere release. Nou, dit is mijn stansenboek voor de Art Journal Specials. Ik heb tegenwoordig een beetje alles op merk, om het zo maar te zeggen. Dus ik denk 8 boeken liggen. Lang niet allemaal vol hoor, dat zal het zijn, maar ze liggen er wel. Even kijken. Nou, ik heb deze alvast gestanst. En ik heb ook meteen de inktvlek uitgestanst. Daar ga ik dit keer wat anders mee doen dan vorige week. Ik heb het raampje. Heb ik. Nou, dit is een beetje zo moet hij. Zo gaat hij uiteindelijk worden. En ik denk dat ik hem zo ga vouwen. Laat ik maar even met het moeilijkste beginnen. En waarom zeg ik moeilijkste? Omdat ik dit nog nooit gedaan heb. Dus ik ga iets doen live wat ik zelf nog nooit op deze manier gedaan heb. Ik ga hier een shaker bladzijde van maken. En dat is voor mij op de manier waarop ik het nu ga doen nieuw. De shaker is natuurlijk niet nieuw, maar dit is wel nieuw. Nou, daartoe heb ik een stukje van dat doorzichtige papier. Die heb ik ongeveer geknipt dat het hierachter past. Ik heb ook... Goedemiddag. Ja, het is raar weer, hè? Ik ben ons ook... Het heeft pas nog zag ik het buiten gigantisch hagelen. En nu is het helder blauw, ja. Zeg het maar. En dit is het blaadje wat ik hier op ga doen uiteindelijk. Nou. Dit is een andere manier als ik. Normaal gesproken, als ik dit doe, dat shaker bladzijdes maken, dan stans ik gewoon de bladzijden meerdere keren, stapel ik het op elkaar, lijm ik het op elkaar, 2 keer acetaat ertussen en klaar. Dit is een andere manier. Ik ga eerst, het is heel leuk te zien denk ik, dat doorzichtig, enig. Het doorzichtig ga ik eerst even opplakken. Dan moet ik wel even goed nadenken hoe ik dat opplank. Even kijken. Oh, dit maakt natuurlijk niet uit. Ik kan dit gewoon opplakken. Dus dit gaan we even opplakken. En ik heb echt letterlijk 1 minuut voordat ik live ging, heb ik de lijm nog bijgevuld. Want ik dacht, oeh, er zit wel heel erg weinig in nog. Dus ik heb nog even gauw wat lijm erin gespoten. Nou. Dit maakt niet zoveel uit dat je de lijn hierachter ziet. Het gaat erom dat deze kant gewoon helder is. Nou, dat is zo. Nou, dat is stap 1. Dat is nog niet zo moeilijk. En nu het deel dat ik nog nooit gedaan heb. Maar we gaan het gewoon proberen. Ik zal even mijn schaar erbij pakken. Dus als jullie mij zien stuntelen, dat kan. Dan zien jullie mij maar stuntelen. Ik heb... Van dat foam tape, wat dikker, een ietsje hogere, 2 mm foam tape. De bedoeling is dat ik dat foam tape hier helemaal omheen aanbreng. En dan deze erop plak. En dat ik ondertussen dus shakerspul erin doe. Nou, shakerspul, dat is natuurlijk leuk. Ik heb ook alvast wat puzzelstukjes uitgestampt. Die wil ik daar ook bij gebruiken. En wat betreft shakerspullen... Heb ik even gepakt wat ik heb. Ik had de doorzichtige, ik heb roze en ik heb gouden. Ik dacht, nou ja, ik weet eigenlijk niet zo goed welke het mooiste is. Maar ik ga dit gewoon eens een keertje doen op deze manier. En ik heb dat serieus zelf nooit gedaan. Dus als het fout gaat, corrigeer ik het later wel weer. Dus nu denk ik van, nou, welke shakerspul zullen we er eens in doen? Wat zou een beetje leuk zijn. Dit is wel heel erg neutraal. Ik denk dat ik het goud of deze ga doen. Nou, laat ik jullie lekker kiezen. Goud, roze of doorzichtig. Dan ga ik ondertussen klooien met de foam tape. Goed? Is het niet fijn kijken, Nel? Nee?
Nou, dan moet ik daar misschien even rekening mee houden voor de volgende keer. Ik wil, als mensen het vervelend vinden, kijk. Ik vind de ondergrond echt helemaal tof. Dan kan ik er wel even een craftsheet op leggen. Kan sowieso wel even. Dan moet ik even pakken. Dan loop ik gewoon even weg. Als kindje. Ja, ik kan natuurlijk ook combineren. Nou, even kijken of het dan zo rustig. Dit glimt wel een klein beetje. Zo. Oh, er zitten nog spullen aan van de vorige keer. Ik kan hem even een beetje. Ik kan het wel even zo doen. Nou, ik hoop dat dat dan voor de meeste mensen wat rustiger kijkt. Het lastig als mensen. Ik vind het zelf ontzettend tof, maar ik kan me ook voorstellen dat mensen het druk vinden. Ik had wat van die puzzelstukjes. En waar is mijn? Nou, kijk. Dan doen we het gewoon zo. Geen probleem. Wat ging ik doen? Oh ja, ik ging dit doen. Het is zo oud als de weg naar Rome om het zo te doen, maar ik heb het nog nooit zo gedaan. Dan moet ik wel zorgen dat het lang genoeg is. En ik ga hem even door de helft doen, want dit zou te dik zijn. Ik vind het geen probleem. We doen gewoon de craft sheet eronder. Zo. Ik ben gewoon helemaal verliefd op die ondergronden. Dat is het gewoon. Nou, fijn dat jullie het beter vinden zo. Dan doen we het gewoon op deze manier. En nou loop ik dus nu al te klooien. Zijn we nog niet eens. Hij scheurt. Ik ga gewoon vast beginnen. Zo. Nou, ik snap ook wel dat het iets fijner kijkt. Nee. Goedemiddag. Voor degenen die nog binnenkomen. Ik hoop dat jullie allemaal een beetje fijne dagen hebben. Er zullen ook ongetwijfeld mensen zijn die moeten werken. Maar ik vermoed dat de meeste mensen vrij zijn. Ik kan het zomaar helemaal mis hebben. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Nou. Dat is die. Ik moet zo meteen mijn schaar schoonmaken. Maar zie ik al. Al dat plakspul eraan. Zo. Ja, er zijn natuurlijk ook partners die moeten werken. Dat kan natuurlijk ook nog. Oh, blijf lekker plakken aan mijn schaar allemaal. Dan moet het toch even doorzetten. Zo. Ja, en ja, werken moet natuurlijk ook gebeuren af en toe. Daar komen we meestal niet onderuit. Ik ben er nu even een beetje aan het zorgen dat het past. En dat het niet over de openingen heen gaat.
Zo. Ik wil natuurlijk niet dat het glittermateriaal er zo meteen uitvalt. En de puzzelstukjes. Ja, ik heb even geen water bij de hand, Ineke. Maakt niet uit, ik kom er wel. Ja, ik liep vanmorgen ook nog in tot een uur of 12 of zo heb ik in mijn duster gelopen. En ik zweer dat je de bel ging. Ik dacht, nou, dat zal vast wel een vriendje zijn van Quinn of zo. Die voor de deur staat, hè? Wil je spelen? Want dat krijg je natuurlijk ook. En ik doe open en er staat een PostNL. PostNL op tweede paasdag. Die stond voor de deur. Ik denk, ik krijg nou wat. Ik zeg tegen die man, ik zeg, wat doen jullie hier ten eerste op een maandag, ten tweede op tweede paasdag? Ja, er moest wat achterstand ingehaald worden, geloof ik. Er kwam een pakketje bij mijn man brengen. En ik dacht, wie was dit nou toch? Tweede paasdag. Maar ja, mijn man was er blij mee. Dus, ik deed dus gewoon rustig open in mijn duster. Ik had zoiets, ja, ik loop hier gewoon in mijn duster. Het is niet anders. Goedemiddag. Ja, gek hè? Oh, nou Charlene, ja, joggingspak. Ach, maakt het ook eigenlijk uit? Ik had mijn duster aan, ik was netjes. Mijn haar die was ontploft, maar dat geeft niet. En jij mag legitiem in je joggingspak lopen, Charlene. Complete goede reden voor. voelen we ons gewoon Helmonds, toch? Zo. Puzzelstukjes erin. En een beetje goud misschien inderdaad. Wel leuk om te combineren. Dus ik heb hem vastgeplakt. Kan er een beetje bij. Nou, genoeg glitter. Zo. Het blijft leuk al dat geglitter. Nou, dan gaat deze erop. Dan trek ik hem heel even naar me toe. Sorry, want anders dan gaat het helemaal fout met passen en meten. Ik denk ook wel eens, waar maken we ons in godsnaam druk om? Oh, kijk. Nou, dat is in elk geval gelukt. Beetje passen en meten. Maar hij zit erin. Dat is één. Is toch leuk achter die inktvlek? Ik vind het leuk. Helemaal één. Als het maar lekker zit, toch? Ja, zo is het hoor. Nou, shaker 1 is klaar. Dan, nummer 2. Dan ga ik een ideetje van een van de designteamleden van de Art Journal Specials uitvoeren. Zoals mijn Marga, die had het idee om puzzelstukjes in een zakje op een label te maken. En je zou natuurlijk ook nog een boodschap erop kunnen doen. Dus als je dan daadwerkelijk in elkaar puzzelt, dat je dan de boodschap ziet. Dat zou zomaar heel goed kunnen. Ik pak weer even, ik had al wat gestanst van puzzelstukjes. Ik ga zo meteen ook nog iets anders doen met de puzzelstans. Daarom heb ik mijn Big Shot hier staan, hè, want ik ga zo meteen nog even wat anders doen. Even alle puzzelstukjes zoeken. En dan ga ik nog een keer wat doen wat ik nog niet gedaan heb. Maar dat is meer omdat ik deze stans nog maar net heb. Dus ik moet even zoeken hoe ik dat ga doen. Nou, kijk. Komt-ie aan. Nou, de stans. Dit is de totale stansset. Hè. Dat hadden we al, had ik al laten zien. En er zitten deze twee stansjes bij en er zit een label bij. Nou, is het de bedoeling? Je kan dit natuurlijk ook helemaal dicht plakken. Je zou hier ook nog, dat heeft Charlene gedaan, op een kaft van het vierkante journal. Dan kan je met het raampje kan je ook een shaker pagina maken. Dat is eigenlijk wat ik hier ook een beetje gedaan heb met de inktvlek. Nou, kan het ook met het raampje. Dat zou natuurlijk zeker kunnen. Als je deze gebruikt, dat stansje zit gewoon bij de set. Vouw je hem even op de
rillijn die er gewoon meegestanst is, vouw je hem dubbel. Ik heb heel dik papier, dus hij moet wel een beetje meewerken. En die plak je dan hier aan de zijkant en aan de onderkant aan de zijkant. En dan kan je dat label erin doen. Dat is wat ik nu ga doen. En daar maar eerst mee beginnen. Nou, deze hier. En met dubbelzijdig tape erbij. Er zijn natuurlijk ook winkels open. Ja, daar sta ik helemaal niet meer bij stil. Ik kom bijna nooit meer in een winkel. En we hadden trouwens ook nog wel een niet zo leuk akkefietje. Want wij zoeken een nieuwe eettafel. En ik wil een uitschuifbare. En ik wil liefst een houten. En die zijn of gigantisch duur. En nou ja, ook niet zo heel erg moeilijk te vinden. En dan hadden we een adresje waar... Ja, het was nog steeds niet de goedkoopste, maar waar een redelijk geprijsde tafel stond. Uitschuifbaar. Nou, prima. Dan maak je dus een afspraak om te gaan kijken. Nou, die afspraak konden we voor vanmorgen maken, voor vandaag. En word ik zaterdagmiddag... werd ik bericht van, ja, sorry, er is een Duitse meneer geweest bij ons en die heeft de tafel meegenomen. Ik denk, ah, dat is dus het nadeel, dat je niet even meer naar de winkel kan. Want nou was ik dus, hebben we misgegrepen, de tafel is niet meer bij te bestellen. Dus ja, nou, ik denk dat is dan weer de negatieve ervaring van deze manier van... Van winkelen, om het zo maar te zeggen. Ik was daar in ieder geval niet zo blij mee. Dan moeten we weer op zoek. Ja, dat is dan misschien weer een beetje het nadeel van afspraken moeten maken. Wat doe je met die Dice wakzegel met envelopje? Moet ik heel even bedenken, Natasja, wat je bedoelt. Die Dice wakzegel. Daar ben ik. Heb ik afgelopen donderdag laten zien in de live. Hoe je dat doet. Ik heb er hier eentje liggen volgens mij. Je bedoelt deze, Natasja? Kijk. Ik heb deze op designpapier gestempeld. Met die dies. Je bedoelt de dies. Ik zeg het verkeerd. Ik was vanuit gegaan dat je de stempel bedoelde. Daar heb ik ook een voorbeeld mee gemaakt. Die ligt in Amerika. Dus die kan ik even niet laten zien. Ik heb die Dice, die hebben stansen. Die heb ik eigenlijk gewoon uitgestanst. Ja. Dan probeer ik twee dingen tegelijk te doen. Ik ga me heel even concentreren. Ik heb ze gewoon uitgestanst. En ik heb er echt een echte wakzegel opgezet. Maar je kan er natuurlijk weer van alles mee doen. Je kunt ook die stans gebruiken en daarna de stempel voor erop. Zit er toch niet, zie je? Dan zit ik er niet goed boven. Ik probeer een beetje naar voren te werken voor jullie. Maar dat is nog best lastig af en toe. Maar je kan natuurlijk ook de stans gebruiken en dan de stempelset erop gebruiken. Dat zou ook nog kunnen. Nou, ik heb hem niet helemaal rechtop, maar dat komt omdat ik er niet helemaal goed rechtop kan kijken. Ik zit hier een klein beetje, maar dat knip ik straks wel even weg. Nou, dit is het raampje. En als het goed is, hoop ik dat de stans erin past. Ja, zie je? Dan krijg je dit. Dit is de bedoeling. Je kan dus op meerdere manieren kun je werken met deze stans. Je kan het gewoon helemaal dicht plakken. Maar je hebt dus ook die stansjes erbij om er een raampje van te maken waar je dit label in kan doen. Ik vind deze leuk. Hij zit vastgeplakt op dat... Een beetje statisch. Ja, ik vind deze echt leuk. Nou, dat was goed gelukt. Nou, deze, dat had Marga gedaan. Die heeft hier... de puzzelstukjes in gedaan. Dat gaan we ook maar even doen. En hier zou je dus een boodschap op kunnen doen. Of je kunt een foto. Dat ga ik zo meteen ook doen. Stansen. En hierin doen en dan kun je dan later kun je die hier zo eruit halen. Ik ga hem dichtmaken. Dan ga ik de zijkant. Het zijn gewoon van die standaard zakjes, hè, waar je die gewoon die doorzichtige, simpele zakjes. Even de zijkant open knippen.
Zo. Nee, ik heb ook een keer een afspraak Wilma gehad bij de Action. En ik had een vrouwtje die gewoon iedereen binnenliet. Dus ik had 2 dagen van tevoren een afspraak gemaakt. En er stond iemand achter mij. Die zei, ik heb geen afspraak, maar ik kan zeker wel even naar binnen. En die stond al binnen voordat je met je ogen kon knipperen. En toen dacht ik, waarom maak ik nog een afspraak voor? Als iedereen gewoon zo naar binnen gaat. Kijk, dit heb ik opengemaakt omdat ik aan één kant ga plakken. Dat ga ik even laten zien. Daar heb ik de randenstans voor nodig. En een stukje papier. En ik heb ook een kleine stansmachine. Die denk ik dat ik hier wel voor kan gebruiken. Je mag nu bij de Action naar binnen voor 20 minuten. Tenminste, dat was zo dat ik er was de laatste keer. Even kijken wat een beetje een mooi stukje is. Dit kan wel. Zo. Nou ja, elke winkel doet zijn best, denk ik dan maar. Ik leg letterlijk gewoon een stukje designpapier en de randenstans leg ik gewoon letterlijk eventjes op mijn stans. En die ga ik er doorheen halen. Even kijken. Ja, ik denk dat die mevrouw bij de Action dacht van nou laat maar. Natuurlijk moet je normaal gesproken je afspraak laten zien, dat lijkt mij ook. Maar die mevrouw had zichzelf even binnengelaten. Het was ook best wel druk. Nou, daar zit ik eigenlijk ook niet echt op te wachten. Kijk, positief en negatief is hier eigenlijk allebei wel leuk. Grappig, die kan ik mooi weer ergens anders voor gebruiken. Ik heb inmiddels echt een hele bewaren doos met allemaal stukjes papier. Want het is natuurlijk allemaal leuk om weer te bewaren. Deze gaat hierop zo meteen. En dan wil ik hier eventjes een stukje afscheuren. Ik kan het ook snijden hoor, maar ik ben meer van het scheuren. Ja, zie, je mag soms gewoon de winkel in als het niet vol is. Ja, nou ja. Ik heb liever dat dan dat we helemaal niet meer naar binnen mogen. Kijk, en dit plak ik zo meteen hierop. Maar ik wil eerst nog iets op de ondergrond van het label. Ja, brutale mensen hebben de halve wereld. Ik dacht, omdat het label vrij rustig is. De andere kant is heel druk, maar past niet aan kleuren erbij. Dus ik ga deze gebruiken. En ik heb nog van dat Cosmic Shimmer, dat Golden Sand Paste. Ik denk, nou, dat is misschien wel leuk om te gebruiken. Want hier zitten ook wat groen en oranje en bruin tintjes in. Dus daar past dat glitter wel weer mooi bij. En ik wil eigenlijk even een van de stenceltjes gebruiken. Ze zijn natuurlijk weer allemaal leuk. Ik heb donderdag deze gebruikt met de driehoekjes op dat jeans pocket gedeelte. Deze is wel leuk. Met die is ook, ja, ik vind ze allemaal leuk. Is ook toch enig. Ik zie hier altijd een euro in. Volgens mij is het bedoeld als iets anders, maar ik zie er elke keer een euro in. En dit is ook met bloemetjes. Die is ook heel erg leuk. Maar ik denk dat ik voor de rondjes ga vandaag. Even kijken. Deze. Het is zo handig, die stenceltjes. Ik pak ze heel snel, merk ik. Je gebruikt ze echt voor van alles en nog wat. Met oxides of met inkt. Of nou ja, je kan ze natuurlijk echt voor van alles gebruiken. Ja, de M van de McDonald's inderdaad. Die had ik er ook in gezien. In de eerste instantie zag ik echt euro. Ik denk, oh, dat ligt vast aan mij. Kijken. Maar ik was wel blij dat ik heel even de Action in, dat het was gelukt om een afspraak te maken, want mijn dochter was jarig. En ik had, die wilde van die voorverpakte brownies trakteren, want ja, iedereen trakteert al zakjes chips, mama. Ik denk, ja, oké. Okay. Maar ik denk, ja, om nou alleen een brownie te geven, dus ik had, die leuke bakjes hadden ze. Ik denk, nou, het kost geen cent daar. Ik had zoiets, nou, dan nemen we die gewoon mee. Dan kunnen we die gebruiken om ze in te doen. Dus ik was wel blij dat het me gelukt was om even naar binnen te gaan. Zo.
Nou, kijk, dan hebben we al. Ik heb in de verte een bakje water staan. Dan gooi ik het maar in. Hè. Gooi het gewoon over de schutting. Zo. Mijn handen zitten alweer lekker vol. Ik ga hem heel even droog maken met de Hietel. Zo. Hebben jullie. Ik vind deze dagen zo altijd eten. Hè. We hebben vanmorgen uitgebreid ontbeten. En hebben, niemand van ons heeft nog geluncht. Want we hebben allemaal zoiets van: man, nee. Wel lekker met z'n viertjes, lekker croissantjes gemaakt. En ik had een roerei gemaakt en broodjes afgebakken. Het heeft toch wel wat speciaals, hè? Om zo met z'n vieren bij elkaar te zijn dan, toch? En straks komt mijn schoonmoeder even langs. Want ja, Pauke zit ook veel alleen. En nou, dan gaan we misschien even tafel grillen. Dat is wel, wel lekker. Ja, zegt Quinn. Is lekker. Ja, jongen. En morgen gaan we gewoon weer naar school. Morgen ga je gewoon weer naar school, Quinn. Ja, toetsen. Hij is, Quinn is zijn toets Frans aan het leren. Wat natuurlijk best wel raar is als je in groep 6 zit. Maar voor hem, hij heeft inmiddels een... welke talen heb je allemaal gehad? Spaans, Frans, Duits en nog één. Wat was er nou die moeilijke taal die we moesten leren? Tsjechisch. Tsjechisch. Ja, we moeten ze 20 woordjes in een vreemde taal leren. En morgen is het Frans. Dus die is aan het leren. Oh, lekker. Ik was ontbijt. Kijk, uitgebreid lunchen kan natuurlijk ook. Ja, wij hadden vanmorgen meegedaan ontbijt. En echt niemand had meer zin in lunch. Dus het is echt... ja, het was genoeg, zeg maar. Kijk, hoe leuk. Dit is echt leuk. Zeg maar, die hexagon, waar heb ik hem nou, die ik eerder liet zien? Want deze, waar die stans van is, daar is dezelfde vorm. Is dit stencil met rondjes. Ja, ik ben helemaal verliefd op deze. Ik moet alleen even kijken, hij zit erg statisch vast hier aan. Die moet ik eventjes eraf zien te krijgen straks. Maar dit is toch heel leuk. Dit gaat vast ook heel leuk worden. Nou, dit label gaat hier zo meteen in. Dit is de rand die ik erop wil hebben. En dit is het zakje wat ik erop wil hebben. Ik zou ook nog een tekst of iets kunnen doen. Maar op zich, ik denk ja. Het is... daar komt mijn man binnenlopen. Ja, zo. En Quinn is druk met zijn Frans, papa. Ja, een lekker soep met broodjes is ook lekker. Ja, mooie pasta is dit, hè? Het lijkt op het plaatje leek het heel dof. Maar toen ik hem gekocht had, dus die Ultra Sparkle Paste, ik denk, ja, het kan nooit dof zijn. Volgens mij zit er gouden zand, ja, golden sand. En hij glimt echt heel erg mooi. Ik merk dat ik hem heel snel bijpak voor dingen. Ik ga mijn zakje even helemaal opplakken, heb ik net besloten. Want ik hoef hem niet meer open te maken. Bij mij is het een beetje meer voor de sier. Voor de leuk. Dus dan hoef ik eigenlijk ook helemaal niet verder moeilijk te doen. Dan gaat hij er gewoon op. En mijn lijm loopt eruit. Dat is niet de bedoeling. Terug jij. Kijk. Het is allemaal leuk om... ik vind het zo ontzettend leuk formaatje om mee te werken. Het zijn 10x10 bladzijden. En het een of andere manier voegt dat gewoon. Dus gewoon een hele fijne maat om mee te werken. Chinees besteld. Frietjes. Ja, ook allemaal lekker. Lekker. Ja, ook echt allemaal lekker. Ja, de paasmissen zullen alleen online zijn doorgegaan, denk ik. Tenminste, daar ga ik zomaar vanuit. Dus de mensen zijn natuurlijk grotendeels thuis. Zo. Nou, kijk hoe leuk. Bedankt aan Marga voor het idee. Oh, lekker soep met erwtensoep. Daar is het wel weer voor. Alhoewel hier nog steeds de zon volop schijnt. Kijken hoe die uitkomt. Ja, hij komt goed uit. Ja, dit had ietsje lager gemogen. Misschien dat ik dat nog voor elkaar krijg. Ja. Nou. Even passen.
Ja, kijk. Dan zie je precies dat randje. Nou, hoe leuk is dat? Volgende. Ik stoom gewoon door, hè? Ondertussen. Jullie kletsen lekker. Dan stoom ik gewoon door. Ik irriteer me aan dit puzzelstukje, maar die krijg ik nog wel weg. Ik vind hem echt zo leuk. Dit had ik al in mijn hoofd. Ik denk, nou, dit wil ik als een shakerbladzijde. Die grote inktvlek. Helemaal leuk. Nou, dit is met het puzzelzakje. Nou, hier kun je dus een boodschap of je kunt een. Nou, je kan er eigenlijk van alles mee verzinnen. We zouden ook nog wat kunnen stempelen. Misschien doen we dat wel zo. Maar ik ga heel even doorstomen naar het volgende. Want. Ja, het is inderdaad heel klein werken, Wilma. Maar het is een heel fijn formaatje werken. Je hoeft ook niet al te veel erop en erin te doen. Het is gewoon echt een heel mooi formaatje. Ik ga deze puzzelstans, waar ik dus eigenlijk nu, hier heb ik de puzzelstans gebruikt. Hier zie je de puzzelstukjes. En ik ga gewoon nog even door met puzzelen. Ik ga nog wat doen. En ik zie dat ik iets stoms doe, maar dat corrigeren we ook alweer. Ik heb hier een boekje, die is al bijna vol, zie je dat? En het is gewoon echt heel leuk om te doen. Ik heb fotostripjes nodig. Ik wil deze gebruiken. Die heb ik gewoon met mijn selfie uitgeprint. En deze heb ik ook met de selfie uitgeprint. Even kijken welke leuk is deze. Nou, die wil ik ook gaan gebruiken. Dus ik krijg al een aardig vol boekje. Helemaal leuk. En ik moet ze nog pimpen. Hè? Maar daar heb ik nou al zin in. Maar ik heb serieus zo weinig tijd. Ik heb morgen halverwege de dag een sollicitatiegesprek. Jullie moeten voor me duimen. Nee, moet niet, maar ik ga het morgen solliciteren. Twee keer deze week, twee sollicitaties. Dat is echt spannend. Dus dan heb ik in mijn hoofd geen tijd om te knutselen. Dus nou, kijken we alweer eventjes wanneer ik dat doe. Maar dit is een beetje, ja, dit is gewoon leuk. Daar word je gewoon blij van. Ik word er blij van. Nou, ik loop zo even naar mijn Big Shot. Maar ik wilde het even laten zien. Ik ga deze hierop doen. En deze ga ik stansen en hierop plakken. Of hier. Maar ik denk hier. Op deze ga ik hem plakken. Met deze ga ik gewoon letterlijk uitstansen de foto. Dus ik loop heel even daar naartoe. Ik neem even mijn tape mee. Ja, spannend hè? Ik heb morgen een eerste gesprek en vrijdag een tweede gesprek. Dus het gaat wat worden hoor, met mij. Het komt goed. Zo. Nou, ik ben even aan de andere kant. En jullie zien mij even niet, maar ik sta gewoon bij mijn Big Shot. En ik ga gewoon eventjes die puzzelstans over die foto heen halen. Even kijken. Zo. En dan. En als het beeld beweegt, dan komt dat omdat mijn machine op tafel dan even beweegt. Maar dan weten jullie dat ik er gewoon nog ben. Ik ben gewoon nog hier. Zo. Hij is er doorheen. En nou moet ik een beetje voorzichtig doen. Want ik zie al dat het niet bijna fout gaat. Want anders dan ben ik gewoon langer aan het puzzelen dan jullie wat aan het voordoen. Dus ik pak hem er even bij. Ja, dank jullie wel hè. Even kijken. Ik hou jullie op de hoogte. Met wat het allemaal wordt. Deze even weg. En deze heb ik er dus letterlijk even bijgelegd. Want als ik nu alles eraf haal, dan krijg ik het nooit meer in elkaar. Ik was een tijdje terug was ik aan het oefenen met deze stans. En toen was alles gevallen en toen kreeg ik het nooit meer in elkaar. Ik denk, dat gaan we niet nog een keer doen. En dan dat doet het gewoon hierbij. Even kijken. Nou. Dan moet hij wel los willen, ja. Ja, dit is dus wel een kwestie van eventjes een beetje priegelen. Is ook wel leuk om te doen. Ik denk, ik laat jullie gewoon van alles zien met de puzzelstans vandaag. Want die kun je natuurlijk voor van alles en nog wat gebruiken. Ja, aan de achterkant dubbelzijdig tapen had ik misschien beter kunnen doen, maar dit werkt ook. En ik zal een geheimje vertellen. Ik heb dat nog nooit gedaan. En ik zit daar altijd, ik heb het in huis.
En denk ik, oh, hoe gaan we dat allemaal doen? Het is gewoon een kwestie van een keertje doen. Maar ik denk, ach ja, zo werkt het ook. Nee, dit zijn geen duizend. Ik kwam er niet meer uit. Ik had gestempeld. Ik had een heel leuke... Ik had de klaprozen, ook van de Art Journal Specials. Die had ik gestempeld en die had ik gekleurd. En dan zag er allemaal hartstikke leuk uit. En toen viel alles uit elkaar. En nou, echt serieus. Het ene rode stukje leek precies op het andere rode stukje. Ik denk, hier ben ik niet goed in. Hier ben ik niet goed in. Dus nu doe ik het zo. Want anders dan gaat het fout. Maar dit gaat ook. Dit gaat ook. Je moet heel even geduld met mij hebben. Maar dit, ik wilde gewoon toch even laten zien hoe leuk dit is om te doen. Want je krijgt toch een soort van ja, leuk structuurtje in je puzzel, je foto. Een puzzelstructuurtje. Echt super leuk. Ja, die selfie, daar wil ik niet meer zonder. Ik heb er nu, nou, het is schandalig, maar ik heb er twee. Nou draai ik hem dus. Ik dacht zo. Ik heb de, nee. Zie je dat ik dat heel snel fout doe? Ik ben niet goed in puzzelen. Ik heb er twee. Ik heb de gewone selfie, de 1300 zo gezegd. En ik heb sinds kort de vierkante, de square selfie. En je kunt dus echt van alles... Nou, ik heb deze als eerste collage gemaakt. En toen uitgeprint op mijn selfie. Deze foto's heb ik gewoon als twee foto's uitgeprint. En je kunt wat dat betreft gewoon helemaal doen wat je zelf wil. En die vierkanten, dat is een Polaroid-achtige. En dat zijn ook stickers als je die print. En ja... Ja, die selfie en de square. Ze zijn allebei leuk. Hebben allebei andere functies. Andere look en feel. En die square, die past ook precies. Dat heb ik donderdag volgens mij ook verteld. Die past ook echt precies op de stansen weer van deze collectie. Ja, het is gewoon handig. Nou, dit is even leuk. Oh, nee, Rianne. Niet doen. Dus dit zijn gewoon dan die leuke klusjes. Ja, ik vind het heel fijn. Ik vind de kwaliteit heel mooi. Want je hebt ook... je hebt ook die sprocket en zo. Nou, en die vind ik echt gewoon een stuk minder aan kwaliteit hebben dan deze. Ik heb het kunnen vergelijken, maar het is gewoon eigenlijk niet te vergelijken. Als jullie dit vervelend vinden om naar te kijken, dan maak ik dit straks wel af. Ik denk dat de boodschap wel helemaal duidelijk is van wat ik hiermee wil en wat ik hiermee bedoel. Ik moet wel blijven plakken. Ik maak hem zo wel even af. Straks. En dan leg ik deze even hier neer. En dan gaan we zo meteen daarmee verder. Nou, deze die kan weer dicht. Ik heb wel laten zien wat ik bedoel, hè. Ik maak hem straks af. Dit komt goed. Maar dit wordt gewoon de foto en dan in fotostukjes. Puzzelstukjes bedoel ik. Leuk, hè? Nou, dan die. Nou, we hebben toch wel aardig wat. Ik denk dat ik ga het nooit redden in een uur. Maar dat valt me echt enorm mee. Even kijken. Natasja, het verschil tussen de gewone en de square. Wat bedoel je met gewone en de square? Bedoel je het boekje? Want ik wil wel best wel even anders laten zien wat het verschil is tussen de grote planner, de sidekick, de travel journal en deze. Ik heb ze hier alle vier in huis, dus ik kan ze zo naast elkaar laten zien. Mm-hmm. Hoe ik het zo mooi uit de machine haal. Ik heb het gewoon laten liggen op het blad. Dat was eigenlijk alles. Ik ga deze foto's, die wil ik op deze bladzijde verwerken. En wat ik nou een beetje dom had gedaan, was alle puzzelstukjes hierin doen. Want ik had er nog een paar hier willen plakken. Ik heb deze, dit is ook
een labeltje wat hoort bij de Picture It collectie. Ik heb alles getagd. Ik heb alles staat op de website dat ik gebruik. Ik heb gezien dat die online staat. Dus ja, Alice die had het liefde nog even opgezet. Nee, ik heb geen puzzelstukjes meer. Dat heb ik niet zo goed gedaan. Nou ja, het is ook geen ramp. Geen ramp. Ik had deze ook nog. Dat is van die stempel set. Dan gaan we zo nog even wat met stempels doen. Oh ja, dit is van Krimpy Dimpy. Dat is ook leuk. Kijk, dit is de grote. Dit is gewoon een stempel. En dit is hem met Krimpy Dimpy. Even kijken. Ik pak heel even de stempels erbij. De printerverschillen. Ja, iemand schrijft het al. De selfie kan allerlei maten maken. En dan kan je ook collages maken. En de square is een soort Polaroid foto. Nou, zelfs daar kun je nog een paar verschillende foto's op één Polaroid set doen. Ja, het is gek weer. Bij ons schijnt nou de zon. Maar het kan zomaar over 10 minuten sneeuwen. Even kijken. Dit zijn de stempels. We kunnen nog wel leuk een tekstje erop doen. Dit is Ilse. Dit is Charlene. Dit zijn die waxen stempels. Daar had ik deze meegemaakt van de week. En dan even kijken wat we gaan gebruiken. Ik ben altijd van alles verzamelen en allemaal leuk. Ja, wat ik voor deze ga gebruiken is jute. Jute touw. Gewoon simpele jute wilde ik hiervoor gebruiken. En dat is eigenlijk ook een beetje wat op het plaatje staat, hè, aan jute. Deze wil ik gebruiken. Deze niet echt, denk ik. Ik wil het labeltje gaan gebruiken. En ik dacht, misschien hebben we nog wat aan het ribbelpapier. Nou, dit wordt al leuk, toch? Ik heb nog wat ribbelpapier, daar had ik nog over. Ik denk, nou, ik zal hem erbij doen. Ik heb deze nog, die is ook wel leuk om erbij te doen. Ik begin even met het touw. Ik ga kijken of het leuk is om het zo te doen. Even wat stukjes touw knippen. Even kijken. En nog één. Ja, de fotoprinters hebben we uitgelegd. Hè? Maar dat is wel ontzettend handig voor als je aan het journalen bent. En je wil gewoon snel leuke foto's die je gemaakt hebt verwerken in een van je journals. Want je hebt natuurlijk verschillende journals waarin je dat kunt doen. Dan is dat wel echt... ja, handig. Ik wil niet meer zonder. Ik vind het gewoon heel erg praktisch. Het papier wat bij die fotoprinters hoort, daar koop je tegelijk met je inkt. Is je inkt op? Of is je papier op? Is je inkt op? Nou, en vice versa. En je moet even kijken waar je het koopt. Want er zijn verschillende aanbieders en ook verschillende prijzen. Maar ja, het is niet super goedkoop. Maar bij de gewone selfie print ik gemiddeld... Intuitivi 8 foto's geloof ik uit. En dan kwam ik uiteindelijk goedkoper uit dan bij de fotograaf. Maar het meest praktische vind ik dat ik het gewoon in huis heb. En dat ik gewoon kan printen wanneer ik dat wil. Dat is denk ik wat ik er het meest praktisch aan vind. Ik denk dat vind ik wel leuk om er ook eentje hierop te doen. Hier kan ik natuurlijk een tekstje stempelen of ik kan wat opschrijven. Ik denk dat ik de datum erop wil hebben van dat ik deze heb gemaakt. Even kijken. En ik wilde dus nog wat puzzelstukjes eromheen plakken, maar die heb ik even niet bij de hand, maar dat komt. Dat ga ik zeker nog doen. Even kijken hoe we dit gaan opplakken. Nou, eerst maar eens even dat ribbelpapier. Ja, er zijn verschillende mensen of verschillende leveranciers, winkels die het verkopen.
Maar goed, dat is, ja, het is gewoon handig om te gebruiken in je journals. Ik vind het tenminste handig. Nou, even vasthouden. Nou, dan ga ik mooi even met jullie meelezen. En je doet best lang hoor, met papier, ja zeker. Dat doe je ook. Het is niet zo dat het binnen no time op is. Zo. En ik vind deze collage wel leuk omdat het vierkante fotootjes zijn en het albumpje is vierkant. Ik had bij Charlien gezien volgens mij. Ik denk, oh ja, dat is leuk. Nou, deze eraan plakken. Nou, kijk. Hoe schattig. Hoe leuk en hoe simpel. Want de achtergrond van het designpapier is natuurlijk eigenlijk al helemaal leuk. Hè? Dus je hoeft er eigenlijk nog maar heel weinig mee. Nou, dit is echt... Nee, die hoeft er niet meer bij. Die hoeft er niet meer bij. Het is eigenlijk al leuk zoals het is. Ik kan hier nog de datum op zetten. Is te groot. Nee, deze ga ik niet meer gebruiken. Gebruik ik voor een ander projectje. Zo. Nou, het valt me echt serieus mee hoe ver we komen. Hoe leuk. Oh, kijk, hij is los. Hij is niet meer statisch. En dan ga ik deze zometeen nog even afmaken. Ja. Ja, je kan gewoon vanaf je telefoon printen. Dat is denk ik ook wat ik zo makkelijker aan vind. Ik maak deze nog wel even af. En dan... dan is het maar gewoon helemaal klaar. Hij ligt er nog steeds braaf op. Omdat ik anders gewoon niet meer weet welk puzzelstukje waar moet. Ja, jullie zijn waarschijnlijk allemaal betere puzzelaars dan ik. Zo. En net zo goed deze ook even afmaken. Als ik dan toch klaar ben aan de andere kant. En het is gewoon leuk om te doen. Zo. Het is 10 bij 10 centimeter per bladzijde. Ondertussen gaat er een lampje, schiet eruit. Dus één bladzijde, dus zeg maar... Als je je boekje hebt, dan is één bladzijde is 10 bij 10 centimeter. Zie je? Dus zo is hij opgebouwd. Kijk, dit is degene met de jeanspocket uit echte jeansstof. Uit een oude spijkerbroek gestanst. Die heb ik van de week zitten maken. Dit is nog een oefenbladzijde. Ja, hoe leuk. En je kunt er zeker ook een kaart van maken. Absoluut. En dan zal je, als je wil, en dat zal ik eerder als ik een keer tijd heb ook wel eens voordoen. Is met die jeanspocket kan je natuurlijk ook heel leuk geld in doen. En die kan je dan ook op een kaart plakken. Ja, dat is ideaal. Je kunt uiteindelijk de collecties ook gebruiken in andere... In de Planner Essential lijn bijvoorbeeld van Elizabeth Craft Design. Je kunt allemaal een beetje met elkaar mixen en matchen. De eerdere artikelen van de Art Journal Specials kun je uitstekend combineren met deze. Ja, je kan wat dat betreft echt alle kanten op spelen. En nou lijkt het alsof ik een puzzelstukje ga missen. Maar dit is eventjes... Een werkje.
Oh, nou verspringt alles. Het is niet de bedoeling dat het gaat verspringen, want dan weet ik niet meer waar wat zit. En ik ga gewoon eventjes door. Ik ga hem gewoon afmaken. En ik ga ondertussen probeer ik een beetje met jullie mee te lezen. Zo. Dankjewel Bettina. Ik ga mijn best doen. Zo. Nou, je ziet gewoon de foto weer tot leven komen, hè? Ja, dankjewel Jitty. Komt helemaal goed. Bedankt voor het kijken. Ik ga gewoon nog heel even door. Ik heb natuurlijk alweer te kijken van hoe dit nou weer moet. Zo. Maar dit is gewoon leuk. Gewoon een van de nou ja, voorbeelden die je kan doen hè, met puzzelstans. Ja, dit is toch leuk. Ik vind dat shaker echt. Ik vind die inktvlek shaker echt ook helemaal leuk. Dit ook zo met dat label wat er ook weer uit kan. Nou, dit is gewoon omdat het papier al zo leuk is, ben je eigenlijk zo klaar met het maken van een collage met het leuke labeltje eraan. Hoe onwijs leuk, zit de datum erop van de dag en je bent eigenlijk alweer klaar. Het heeft gewoon zo ontzettend weinig nodig als het papier al zo mooi is. En als ik dit in een uur kan voor fabriceren, nou dan weet je wel dat het jou ook moet lukken, hè? Natuurlijk wel wat standswerk, dus misschien dat je iets langer dan een uur bezig bent, maar echt heel veel tijd ben je er niet aan kwijt. Nou, was ik dus de puzzelstukjes al door elkaar aan het halen. Dat ging echt heel goed. Nou, als jullie moeten gaan, dus jullie gaan, maar ik maak het gewoon lekker nog even af. Omdat ik het gewoon leuk vind om te doen. Ja, dag Erika. Dankjewel. Dankjewel Janneke. Ja, hier heb je wel een journal voor bij nodig. Maar de spulletjes zelf, ja, weet je, die kun je overal voor gebruiken. Maar ik vind... Ik merk dat dat al mijn journals vol raken. Sowieso. Dus ik denk elke keer, maar ik kan er niet genoeg hebben. Nou, kijk. Ik ben al bij de laatste. En dan is het precies tijd. Dus dat heb ik dan toch wel ergens zo. Zie je hoe goed ik ben? Dat heb ik dan toch wel ergens goed gedaan. Toch precies goed uitgekiend. Dat ik dacht van, nou, dit moet ik net aan allemaal redden. Om jullie even een paar leuke dingetjes te laten zien. Zo. Nou. Deze gaat hier en dan ga ik tegen jullie zeggen. Nog een hele fijne dag. Ik zal hem nog heel eventjes laten zien. Je mag zo. Ik ben er denk ik volgende week weer. Op de maandag. En dan wil ik iets heel anders gaan doen. Dan wil ik aan de slag met een heel leuk techniekje. Met huishoud van dat vershoutfolie. Dus dan wil ik gewoon compleet een keer wat anders weer laten zien. Maar ook echt super leuk. En dan hoop ik dat ik er volgende week maandag weer ben. Heel hartelijk bedankt voor het kijken. Een hele fijne dag. En tot volgende week. Doei doeg!